Oh, wat lief van jou. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Hi. We hebben Sam naar school gebracht. Jordi heeft een studiedag vandaag. En die is lekker aan het spelen. Jij bent ook lekker aan het spelen, hè? Ga maar lekker spelen. En ja, hij is gewoon lekker aan het spelen. Alleen maar prima. Kun je die laten zien? Laat maar zien. Hey, kom! Ja, had je bij tante Inge gekregen, hè? Dus zitten blokjes in en daar zit een ijskraantje bij. Wat die, ja, jongensdingen. Tante Inge weet precies wat hij leuk vindt. Dus top. Ik hoef daar vrij weinig voor te doen of te zeggen, want ze weet het gewoon al. Maar, Jordi daarentegen. We zijn vanochtend Sam naar school geweest te brengen. We waren echt net op tijd. Maar dat kwam omdat Jordi geen zin had om aan te kleden. Dus die zat alles tegen te werken wat hij maar tegen mocht en kon werken. Liam die was hartstikke chagrijnig, maar hij wilde continu zijn broers helpen. Dus daar was hij weer mee bezig. Sam die ging overal tussendoor, weet je wel. Zo van, oké, jij wil dat ik dat doe, prima. Dus dat was Sam aan het doen. En ja, dit is eigenlijk de hele ochtend geweest. We zijn daarna gauw naar de winkel geweest. Liam heeft tot op zekere hoogte geluisterd. Dat was verder oké. Maar Jordi daarentegen, die was vrij tegen de draad in, kan ik je melden. Dus ja, dat. Maar in ieder geval, dit is waar Liam mee aan het spelen is. Vind je het leuk? Ja. Mama, laat het zien, hè. Ja. Ja, doe maar lekker spelen. Ja, goed gedaan. Ja, die. Ja. Nou, dat is dus wat hij dit aan het doen is. Ik ga zo even fruit maken voor die etters. En dan... 12 uur moet ik Sam weer halen. Ik heb croissantjes gehaald. Voor heel de Bambix bende. En dan gaan we wel weer zien hoe wat. We hebben Sam opgehaald. En... ik heb Liam en Sam nu naar boven gedaan. Ik heb tegen Liam gezegd dat hij boven ging spelen. Zo noemen we het. Maar het is gewoon eigenlijk cooling down. Want hij was echt vervelend. En we hebben afgesproken dat we dat op deze manier gaan doen. Sam is ook boven aan het spelen. En ik heb hier een grote persbende. Dat ga ik zo dadelijk even opruimen. Maar ik ga eerst zelf even eten. Alle kids hebben alles gehad wat ze moesten hebben. Dus... nu is het even tijd voor mama om te eten. Het is namelijk zo dat als ik in die drukte nog 7 uur lang moet zitten. 6 uur lang moet zitten. Kijk. Ja, ongeveer 6 uur. 5,5, 6 uur. Dan ga ik daar helemaal koekoek. En dat is niet de bedoeling. En we hebben hier over gehad. Ook al is hij boos of wat dan ook, hij gaat leren dat hij gewoon lekker 's middags even op zijn kamer gaat spelen. Hij hoeft niet te slapen, maar gewoon even lekker op de kamer spelen. Dan heb ik even de rust en de tijd. En het is niet zo, hij wil eigenlijk gewoon niet op zijn kamer, maar we zijn het hem aan leren. Dus het kost gewoon tijd en moeite. En moet ik nog even uploaden en alles. Dus ik ga daar gewoon eventjes de tijd voor nemen. Jordi is wel hier beneden. Maar van dat kind heb je gewoon geen last. Die doet gewoon lekker zijn ding. Is aan het spelen. Beetje tablet, beetje spelen. Beetje tablet, beetje spelen. Zo gaat het eigenlijk de hele tijd. En dat is prima. Dat is gewoon goed. Maar goed, ik ga even eten. En even voor mezelf zorgen. Want dat is ook belangrijk. Hi. Mama is grote baby, hè? Ja, mama is een hele grote baby.
Je hebt buikpijn weer, hè? Met de knaps van je. Oh, 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 oh. Lekker knuffelen met jou. Wat fijn dat we dit toch meerdere keren per dag kunnen, hè? Is toch wel echt fijn, hè? Dat we elkaar heel veel kunnen knuffelen vandaag. Ja, mag ik een kusje? Ik wil wel een kus voor jouw snotneus. Ik heb ondertussen even een knotje gemaakt, want het zat gewoon niet. Liam heb ik inmiddels alweer even naar beneden gehaald. Ze zijn nu lekker even aan het drinken. Ik ben ondertussen gewoon van alles aan het doen. Ik heb alweer was aangezet. En ik heb het idee dat het een beetje met de kraan open dweilen is vandaag. Maar ja, hey, het is zoals het is. Vanavond weer een moment en Niels gaat me daarmee helpen. Liam zit op zijn kamer, want hij was alles naar Sam aan het gooien. En daar hou ik gewoon niet van. Dus die heb ik net op zijn kamer gezet. Dit is weer een heel nieuw iets van tablet kijken. Heeft hij net verzonnen. Hij ligt nou al denk ik een kwartier zo. Nou, ik wist niet dat het ook zo lekker lag. Hij doet in ieder geval zichzelf vrij van kriebelen, want hij houdt van kriebelen. En ik doe het niet, dus dan moet hij het maar bij zichzelf lekker kriebelen over zijn buik. Het is wel voor hem zeg maar een teken dat hij wat last heeft van zijn buik. Dus dat. Sammy is ook wakker, maar Sam werd net continu bekogeld door zijn broer. Alles wat Sam aan het doen was, dat was niet goed. Mocht niet aankomen. Nou, je kan bij mij tot op zekere hoogte dat doen. Maar op een gegeven moment ben je gewoon klaar. En als je klaar bent bij mij, ben je ook klaar. Dus dat. Ik ga heel eventjes zo verder met het eten. Ik heb mijn macaroni-saus al klaar. Dus dat is goed. En ik heb mezelf gelijk weer ondergesmeerd. Maar dat maakt niet uit. We hebben inmiddels gegeten. Hi. Hallo. 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 Wil je ze dat dan maar vertellen? Niels is boven even omkleden. Niet op je hoofd slaan. Mijn zakjes doen. Je moet wrijven zo. Aaien. En ik zit nu heel eventjes met Sam op de bank. Zit even gek te doen, hè? Zit er. Hey, ook. Doe dan. Goed zo. Zachtjes doen, Liam. Nee, Liam. Nee. Ja, je mag erbij zitten, maar je gaat niet pesten. Nee. Niets van Sam. Kom maar, Sam. Kom maar naar deze kant zo. Nee, je hoeft er niet vandoor. Dat is omdat Liam hier nou zit. Ga ik even oplossen. Zo, dat hebben we even opgelost. Hij is niet blij. Hij is niet blij. Maar dat maakt niet uit, want ik was met Sam bezig. Hij mag erbij, maar hij mag niet iemand wegpesten. Hé, Sammy? Zeg je hallo? 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 Kom maar, mama. Jawel, kom hier jij. Ik ga nog even verder met hem zitten klooien. En hij is moe. En goedemorgen. We hebben Sam en Jordi naar school gebracht. Maar jezus, wat zijn ze vandaag tegendraad, zeg. Oh. Ik kwam op school en ik zeg tegen die juf, ik zeg, succes. Mij niet bellen. Ze zal lachen. Ze weten wat ik daarmee bedoel. Zowel bij Jordi als bij Sam op school weten ze wat ik daarmee bedoel. Maar goed, Liam is thuis. Die gaat morgen pas naar schooltje.
En ik heb even boodschapjes gedaan. Ik zal jullie eventjes een keer meenemen in wat ik heb gekocht. Want hè, misschien is dat wel leuk en interessant. Ik heb natuurlijk een hele hoop al in de vriezer zitten. Maar ja, hè, soms heb je toch nog wat boodschapjes nodig. Zoals croissantjes. Liam en Sam die eten daar croissantjes als wij Sam opgehaald hebben. Tuk, deze vindt Liam super lekker om in te dippen. Scharrelkip grillworst. Gekookte Gelderse worst. Want de kinderen vinden dit nou helemaal lekker op hun brood. Ik heb deze. Dit zijn van die broodstikjes. Dat vindt Liam ook heel lekker om te dippen. Dus die heb ik ook voor hem gehaald. Van kaaskruisantjes, broodjes, mango, eetrijpe van mango, chocolata worstjes, die krijgen de kindjes straks. En ik en Niels, ik heb nog iets in de vriezer zitten wat ik en Niels lussen. Dat was iets met, ik laat het straks wel zien. Natuurlijk deze, want hè, wie lust hem niet? Dan heb ik opbak aardappeltjes. Hier heb ik twee zakjes. Ik heb kaas. Ik heb druifjes. Ik heb champignons. En ik heb een watermeloen. Want ja, morgen gaat Liam natuurlijk naar school. En het is het makkelijkste om mee te geven in de broodtrommel. Dus dat. Wat ik bedoelde waren varkenshaaspuntjes. Die heb ik, had ik eruit gehaald. Dat doe ik lekker met champignonnetjes en zo. Lekker. Maar dat vinden de kinderen weer niet lekker. Dus die hebben chipolata worstjes. Liam die zat net te zeuren. Hij wil appelhappen. Dus hij krijgt appel. Lekker appelhappen, hè? Goed zo. Dus ik laat hem lekker appelhappen. Lekker rustig. Normaal maak ik een hele fruitdinges voor hem, maar dat heeft nu toch geen nut. Want hij heeft al een croissantje op. Dus hij wil appel happen. Krijg je appel. Nou, Jordi is vandaag op tijd thuis. Jordi had om 14:15 een afspraak bij Live It. Dat is een, ja, hoe noem je dat? Steunzolen dinges. Steunzolen. Ja, in ieder geval, het kind heeft steunzolen. En ja, dat. Het wordt geregeld. Maar dat betekent dus dat Jordi op tijd thuis is. Ik had dan gelijk bingo, wat meneer had gescheten. Van heb ik jou daar. Dus dat. Maar goed, dat. We hebben net ook al even geknuffeld en gekroeld en gedaan. Hij is nu even aan het spelen. Dan krijg je zo drinken. En dan, onze dingen doen. Ik ga even iets doen wat Jordi leuk vindt. Maar dan moet ik zo filmen. Want als iemand de camera ziet, dan gaan diegene voor de camera zitten etteren. Dus sorry als het geluid niet helemaal goed is. Maar dit is wat ik ga doen. Jordi! Kom hier jij! Was je lief voor de juffer? 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 Nee, niet wegduwen! Je bent niet wegduwen! Was je lief voor de juffer? Bye.
Waarom doe je dat nou? Laat eens terug. Mama doet hem zo goed. Mama doet hem zo open voor je, ja? Even wachten. Lek weet het, Jordi. Maar je moet even ondergaan, alle liefde van je broertje. Hm? Ja, stiekem ben je het ook fijn. Dat is mooi. Kan ik dit even doen? Liam, Jordi is aan het doen, hè? Mama, wil je dat je spreken? Niet zo. Daar zo. Dikke benen. Hi. Mama, nog één kusje. En dan gaan we drinken maken. Nou. Hey, kleine rat. Je doet het gewoon expres. Je zit me gewoon uit te lachen nou. Je zit gewoon uit te lachen. Mama kus. Mama drinken maken. Jawel. Mwah. Zo. Wauw, wauw, wauw. Goed gedaan, mama. Mwah. Mama drinken maken. Nou, dit is ongeveer... Oh, dat is niet de bedoeling. Dit is ongeveer wat, wat voor ons dagelijks kost is als er een kind thuis komt. Krijgt hij altijd even goede aandacht. Dat doe ik bij Jordi, dat doe ik bij Liam en dat doe ik ook bij Sam. Vind ik gewoon heel belangrijk. Maar zoals je ziet, hij is nu weer aan het spelen. Ik geef drinken maken en zorgen dat hij drinken binnenkrijgt. En dan, dat... Nou, Liam zit weer op zijn kamer. Ik kan hem ook niet naar buiten laten gaan, want het regent hier. En dus dat. Maar Liam zit weer op zijn kamer, want hij was continu bovenop Jordi aan het springen. En dat is gewoon niet de bedoeling. Die twee die zijn echt op dit moment water en vuur. En Liam begint steeds. Ik heb erbij gezeten met mijn snavel. En ik heb echt zitten afkijken van wat is hier nou... de bedoeling van, maar hij wil gewoon continu op Jordi springen. Dus ik heb hem naar zijn kamer gezet. Ik zeg, ga jij daar maar spelen. Succes, daar. Hij heeft zijn natje en zijn loopje gehad. Hij mag er even een uurtje zitten, want ik ben er echt beu van. Dus dat. Sam slaapt nog steeds. Jordi is gewoon lekker zijn ding even aan het doen. Ik ga even 5 minuten zitten en dan ga ik even wat dingen hier doen. Ik heb mijn was alweer aangezet en alles erop en aan. Dus ja... meer als dat kunnen we niet doen. Morgen gaat Liam weer naar school. Is Sam thuis. En dan wilde ik eigenlijk eventjes boven op Liam's kamer opruimen. En dan even wat speelgoed van zijn slaapkamer hier naar beneden zetten. En van beneden weer naar boven. En ook op Sam's slaapkamer even wat speelgoed veranderen en doen. Zodat het leuk blijft voor ze. Dus dat is de bedoeling. Inmiddels is Sam wakker. Liam heeft een 3 kwartier geslapen. Ben ik bezig met eten maken. En komt Niels straks weer thuis. Dus dan hebben we het weer helemaal geregeld voor vandaag. Dus ja, dat. Ik ben ondertussen podcastje aan het luisteren. Even gewoon mijn gedachten op nul. En dat is gewoon nodig af en toe, toch? Brood is gesmeerd. Ik heb alle kleren klaar liggen.
Ik heb opgeruimd. Ik had eigenlijk nog moeten stofzuigen, maar ik heb geen puff meer. Ik ga lekker op de bank hangen en chillen even met mijn billen en daarna naar bed. Niels is eventjes nog werken. Die komt zo dadelijk ook thuis. Het is inmiddels alweer 10:30. Dus ik hou het alweer voor gezien voor vandaag. Ik ben dit ook met Sam nog bezig geweest. Die wilde niet slapen. Dus morgen weer een dag. Ik heb er vandaag geen zin meer in. Ik heb was opgeruimd. Ik heb was opgevouwen. Ik heb nog van alles gedaan. Ik ga eventjes iets doen wat ik normaal niet doe. Ik ga eens een keer tv kijken. Het is heel erg zeldzaam dat ik de tv aanzet voor mezelf. Een hele goede morgen. Hi. Wie gaat er vandaag naar school? Wie gaat er vandaag naar school? Ga jij naar school? Liam gaat naar school. Liam, ga jij naar school? Oh, deze zal werken. Ik ga ze zo aankleden. Hi Sam. Hi. Blijf jij vandaag thuis bij mama? Nee. Sam, die krijgt kiesjes. Die krijgt er een paar kiesjes bij. En Jordi is hier. Jordi is heel vrolijk vanochtend. En ik weet niet hoe het komt. Maar goed, hij is vrolijk. Ik ben blij. Ja! Echt waar? Oké. Oh, daar ligt jouw Nijni. Zie je dat? Wat wil je zeggen? Die zijn van Sam, hè? Ja. Kom maar geven. Zeg maar dank. Dank. Zeg maar dank. Goed zo. Zeg maar dankjewel, grote broer. En ik ga ze zo klaarmaken en dan ga ik Liam en Jordi naar school brengen. Vandaag ben jij lekker bij mama. Dan. Dus dat is wat we gaan doen. Iedereen is op school. Ik ben even gewoon naar de winkel geweest, want ik had een paar dingetjes nodig. En ik was even bij, volgens mij is het een Turkse winkel. In ieder geval, het is een winkel met onder andere Turkse snoep, lahmacun, hoe je het ook noemt. Dus ik heb dat gehaald. Maar ik heb ook deze gehaald. Oh. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Niet aan te raden. Absoluut niet. Oh, zo lekker. En dit is bosvrucht, hè? Zo lekker. Dat heb ik echt al lang niet meer gehad. Het is verschrikkelijk. Zo lekker dat het is. Ja. Het is niet zo dat ik dit nou helemaal op ga eten, hè, want het is veel te zoet voor mij. Gewoon eentje zo. Lekker. Hier kan ik dus van genieten. Nee, dus geen taste test, want ik weet hoe dit smaakt. Ik vind het gewoon super lekker. Dus ik wilde jullie daar laten zien dat ik dat gewoon lekker vind. Kom je knuffelen met mama? Hallo? Oh, hij had nog een bakje. Die moest hij eerst weggooien. Goed gedaan. Kom maar bij mama. Oh, toen vond hij nog een drinkfles die hij uit kon drinken. Sammy, kom je nog knuffelen met mama? Ja, kom jij knuffelen?
veel projecten om. Echt waar? Sam is aan het eten. En zijn tablet aan het kijken. Lekker even zijn ding aan het doen. Hij heeft me ondergesmeerd. Mijn nieuwe trui. Godverdomme. Sorry. Als ik met God gescholden heb. Het is gewoon zo. Verdorie. Mijn nieuwe trui, ja. Godverdomme. Ja. Het is zoals het is. Wat is dit allemaal? Ik heb je was. Ga ik even proberen op te lossen. Volgens mij heb ik het weg. Maar goed, wat ik boven ging doen. Dat is dit. Ja, ik ga even al dat speelgoed bij elkaar verzamelen. En even opruimen. Eventjes een orde in de chaos scheppen. En dan doe ik dat vandaag ook nog beneden. En dan, dat. Maar eerst ga ik even mijn was doen. Even aanzetten. En zorgen dat dat weer aanstaat. Ik heb trouwens nog iets. Ik vind het wel komisch. Mensen zeggen altijd, jouw kinderen hebben te veel speelgoed. Nou ja, jullie hebben net gezien wat op Liam's kamer stond. Mijn kinderen hebben niet genoeg speelgoed. Zal ik je uitleggen waarom? Omdat hun moeder ook al met die grijze dakduif bezig is. Daarachter staat nog meer hoor. Daarachter staat nog meer. Ja. Dat is een hele tas vol met speelgoed. Daar staat speelgoed, Little People. Playmobil staat daar. Playmobil 1, 2, 3. Het was allemaal in de aanbieding. Was nu goedkoop. Dus nee, mijn kinderen hebben niet genoeg speelgoed. En ook voor Jordi ben ik bezig. Wij kunnen speciaal speelgoed bestellen bij iemand die dat zelf maakt. Die heeft daar een reden voor dat hij het zelf maakt. Volgens mij is of zijn dochter, of in ieder geval iemand die hij kent. Of het nou zijn dochter is, of een familielid, of wat dan ook. Die heeft een handicap. En het speelgoed wat je normaal aanschaft, betaal je, weet ik het hoeveel geld voor. En hij vond dat dat ook makkelijker kan. Hij is volgens mij ook timmerman, als ik me niet vergis. En hij doet ook aan sommige scholen. Hij is heel erg kritisch in aan wie hij het verkoopt. Mijn moeder heeft al ooit eens iets bij hem besteld namens mij. Want ik heb tegen mijn moeder gezegd, neem jij dat alsjeblieft op je. Want ik heb het al zo druk met van alles regelen. Toen zei mijn moeder, meid, weet je wat, ik doe dat wel. Ik stuur je wel een tikkie, dan kun je dat betalen, klaar. En als mijn moeder zoiets heeft van, ik wil dit voor Jordi bestellen, dan kan ze dat gewoon bestellen. Daar ben ik dus ook al mee bezig geweest. En mijn moeder die doet dat dus voor mij bij hem bestellen. Anders moet ik weer maar uitleggen wie ik ben. Maar mijn moeder heeft dat allemaal al achter de rug, zeg maar. Dus hij heeft ook gezegd, ik doe voor mijn dochter bestellen. En dat was helemaal prima. Dat is wat mijn moeder dus voor mij doet. Zorgen dat Jordi ook zijn cadeautjes krijgt. Een kind kan niet genoeg speelgoed hebben. Nee, vind ik niet. Want ik ga nu speelgoed uitzoeken. Sommige dingen ga ik even wegzetten. Zoals al die toetoetauto's. Alle toetoetauto-shizzle gaat even bij Jordi op de kamer. Niet dat Jordi daarmee speelt. Maar dan zet ik daar heel even neer. Zodat daarna weer interesse ervoor is. En ik ga ook Sam daarmee introduceren. Want nu staat het hier en komt Sam er niet aan. Dus daar ga ik allemaal op Jordi's kamer even zetten. Zodat het dadelijk ook interessant is voor Sam om daar iets mee te doen. Want ik weet niet of Sam dit leuk vindt. Op dit moment vindt Liam het... Maar Sam daarentegen waarschijnlijk weer wel. Dus ik ga dat even daar neerzetten. En dan... op dit moment is Liam heel erg van de hout, de Playmobil, de Duplo, dat soort dingen. Dat is waar Liam nu gek van is. Dus ja, maar ik ga even aan de slag, want anders lul ik te lang en gebeurt er te weinig. Oké, dat daar.
is alleen trein. En nou niet denken dat ik dat allemaal zelf gekocht heb. Want ik heb hele lieve mensen om me heen die zulke dingen hebben. En dan zeggen, mijn kinderen spelen er niet meer. Jouw kinderen wel. Dus dit zijn, ik denk, 6, 7 trein dingen bij elkaar. Maar het past allemaal op elkaar. Gelukkig. Maar dat is alleen maar een treinbaan. Dat is alleen maar een treinbaan. Jezus. Ik wist niet dat ik zoveel had. Ik heb van onder gepakt en naar boven gebracht, et cetera. Dus dat. Dat komt hier te staan. En dan heb ik hier nog houten zooi en treintjes en chisel. Ik wist niet dat ik zoveel treinzooi had. Nou, nu wel dus. Maar goed, ik ga even verder hier, want ik ben nog niet klaar. En toen had hij weer een vloer. Ik heb alles opgeruimd. Ik heb wat dingetjes van beneden naar boven gedaan. En dan gaan we dingetjes van boven naar beneden. En daar ga ik nu even mee aan de slag. Niels was eerder thuis. Dus wij hebben samen Jordi en Liam opgehaald. Maar Jordi is er niet. Jordi is even met Niels mee naar de fysio. Want Jordi moest naar de fysio toe. En Niels zei, dan ga ik dat wel doen. Dus Liam is even aan het acclimatiseren. Even zijn eigen ding aan doen. Want dat was net helemaal over de zeik. Dus ja. Sam was ook over de zeik, omdat Liam over de zeik was. Lekker zo'n wisselwerking. Dus dat. En ze zitten allebei lekker aan de chipjes. En mama ook. Nou Niels. Het zit weer op voor vandaag. Ja, alles ligt op bed. Alles weer kan ik kijken. Ja. Ik heb na het eten boven nog gepoetst. De zolder en de slaapkamers. De kinderen zijn in bad geweest. Ja, daarna heb ik de douche nog gepoetst. Sam die heeft nu een beetje de problemen als die Liam eerst had. Ja. Hij wil niet naar bed, hij wil bij papa en mama zijn. Hij is zo zielig. Maar hij slaapt. Hij slaapt. Daarna hebben we beneden nog even alles gepoetst. Want ja, ook dat moet gebeuren. En nu zitten we op de bank. Voetbal te kijken. Nou, ik zit geen voetbal te kijken hoor. Dan keek je het wel naar. Ja, nou, meer gedachten in mijn gedachten. Zeg maar, meer doelloos kijken. Maar goed, wij gaan daar lekker naar bedje toe. Morgen heb je een hele lange dag. En dan gaan we morgen weer zien. Een hele goede morgen. Wat ben je nou weer aan het doen? Stop daar nou eens mee. Ga er eens af. Jawel, je gaat eraf. Eraf. Ai. Ai. Wat heb jij vanochtend gedaan? Hij is weer bij onderzoek geweest. En we hebben over 2 weken hebben we uitslag van het hele onderzoek gebeuren. Ze hebben heel veel gezien. En ze kunnen er wel mee, wat ik begrepen heb. Liam die heeft daar onderzoek gehad omdat we willen weten hoe we met hem om moeten gaan. Liam, doe nou eens even rustig. En Sam en Jordi die zijn naar school. Ik moet om 12 uur Sam weer ophalen. Dus we zijn eigenlijk de hele tijd al bezig geweest. Net heb je een fruitje gegeten en gedronken. En dan zo dadelijk Sam weer ophalen. Gaan we lekker Sam ophalen? Ja? Wel. Ja. Mama. Papa. En hoe doe je dat met gebaar dan? Mama. Mama. Mama, papa, goed zo. Papa. 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 Papa, goed zo. En juf. Juf. Hier, zo achter op je hoofd zo. Juf. Juf. Goed zo, juf hè. Morgen mag je weer naar die juffen. Ja. Ja, goed zo. Morgen hè, mag je weer naar die juffen. Dus ja, dat. Mama! Ja,
En nou zit hij bij mama te vervelen. Hij is helemaal ondergeprikt door de muggen. Je ziet hier allemaal plekjes zitten. En op de andere kant ook. Heb ik ook al behandeld. Op zijn armen en op zijn benen en op zijn voeten is hij ook allemaal geprikt. De muggen vonden jou lekker vannacht. Wel, de muggen vonden jou heel lekker vannacht. Dus ja, dat is wat hij op zijn gezicht heeft. Dus mochten jullie in de komende dagen iets op zijn gezicht zien, dat zijn muggenbultjes. En toen hadden we weer Sam opgehaald. Ze zitten nu lekker even te eten. En achter volgend tablet. Ja, dat. Ik weet eigenlijk niet verder wat te melden. Want ja, hè, dat. Het is regenachtig, dat wel. Dat moet ik wel zeggen. Daar moet ik weer even aan wennen. Maar dat komt wel goed. Dus ik ga zorgen dat ze zo een flesje melk hebben. En dan moeten we om 2 uur weer Jordi ophalen. Die jongen is verschrikkelijk vervelend. Maar dat heeft allemaal te maken met dit onderzoek van vandaag. Want het is wel anders en niet gewend. En nou, ik ga zo maar door. Dus ja, dat, daar reageert hij gewoon op. Dat is een feit. Dus ja, ik ben blij als ik straks Jordi op heb gehaald. En dat ik alles en iedereen gewoon thuis heb. En dat we gewoon rustig aan kunnen doen. En dat ik niet continu overal voor... Ja, dat ik niet deed het de deur uit hoef, zeg maar. Dus dat is straks zo. Vandaag is natuurlijk de dag van de lijsters. Ik heb voor de juffen van Sam heb ik merci gekocht. En voor morgen voor de juffen van Liam heb ik ook merci gekocht. Is toch wel een beetje een soort van dankbaarheid, denk ik dan. Maar ja, aan de andere kant, weet je wat het ook is? Als de kinderen trakteren, trakteren ze ook voor de juffen. Want tenminste, bij mij is dat altijd. Ik doe altijd dat de juffen ook getrakteerd worden. Als je van, zeg maar, het jaar voorbij is, trakteer je ook. Ja, dat soort dingen. Dus je blijft eigenlijk trakteren. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Want dan vraag ik mij je altijd wel af. Doen jullie altijd... ook met de kinderen als ze trakteren voor school. Of in ieder geval voor de peuterdinges. Of hoe hebben jullie dat gedaan? Doen jullie dan ook die juffen meenemen? Of als het jaar voorbij is. Hoe doen jullie dat? Want dat vraag ik me eigenlijk wel af. Ik ga straks... trouwens, laat even weten onder in de comments. Mijn hoofd gaat echt 120 dingen tegelijk. Ik ben straks heel eventjes bij de Zeeman geweest. Want... ja, Liam die mist wat truien en wat leuke joggingbroeken. Dus nu allemaal, zeg maar, alles wat Jordi aan heeft gehad. Dat is wat ik eigenlijk heb voor ze. Ik heb wel een paar nieuwe dingetjes, maar het is ook niet het je van het. En ja, ik ben toch wel van mening dat elk kind ook wel wat nieuwe dingen verdient. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb deze trui heb ik voor Liam gedaan. Sowieso, deze is iets te groot. Ik koop een beetje op de toekomst. Deze heb ik voor mezelf gekocht. Ik hou ervan, lekker wijd, met een spijkerbroek of wat dan ook. Deze heb ik ook voor mezelf gekocht. Want ik wilde binnenkort mijn tuinbroek weer aan. En ik heb daar wel een shirt voor. Maar meerdere shirts om uit te kiezen is ook wel fijn en leuk. Dus dat... dus deze heb ik dan. Even kijken. Deze moest ik ook nog afknippen. Moet die wel even afknippen. Oké. Dan heb ik deze ook nog voor Liam. Leuk dadelijk ook voor op zijn schooltje. Hè, dat hij wat leuke dingen aan heeft. Wat ook comfortabel zit. Want dit is echt super zacht. Dus ja. En als hij het niet meer past. Dan heb ik nog een kind die het aan kan. Daar denk ik ook altijd wel aan, hè? Van ja, maar dan heb ik nog een kind die dat aan kan. En als het kapot gaat, gaat het kapot. Nou ja, prima. Dan heb ik een joggingbroek, zo'n utility-achtig iets met zakken. Hij is op dit moment ook wel heel veel bezig om van alles in zakjes te stoppen. Die heeft bijvoorbeeld zijn broekzak, et cetera. Dus daar heb ik ook naar gekeken. Maar deze zal Jordi ook nog waarschijnlijk net kunnen passen. Maar ja, hè. Deze heb ik gekocht voor Liam.
En ik heb problemen met dat stomme ding. Oh, ik haat dit altijd. Hè. Heb eens. En dan had ik nog deze broek gekocht. Ik vond deze ook wel leuk voor bij dat groene shirt. Dat is dan even een shirt van pakken. Dus ja, dat. En ik ben ook wel kieskeurig in wat ik voor de kinderen koop, hoor. Zoals als, stel, hij zou hiermee over de grond heen kruipen. Hé, doe je ding. Maakt me niet uit. Boeit me niet. Maar goed, hè. Dat is wat ik even bij de Zeeman had gescoord. Want ik had straks nog even een half uurtje de tijd om even gauw de winkel in te gaan. En even gauw ditje en datje. En, nou, dus ik dacht, oh, de Zeeman is ook open. Laten we even de Zeeman inlopen. Dus toen zag ik... Mijn blik zag dit heel snel van, oh, dit is eigenlijk wel leuk en dat is wel leuk. Dus ja, dat. En dan ga ik dadelijk zorgen dat hun ook drinken hebben. En dan gaan ze maar even lekker spelen of ook achter de tablet zitten. Ik ben even moe. Afspraken, die slurpen er gewoon de uitje. Dat is gewoon zo. Tenminste, dat is bij mij zo. Dus ja, ik... Ik heb gewoon heel veel aan mijn hoofd op dit moment. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in dat dat zo is. Ik wil het voor alle drie de kinderen zo goed mogelijk doen. Ik ben met alle drie de kinderen ben ik bezig om dingen te regelen, et cetera. Ja, dat kost gewoon tijd. Heb je nou het t-shirt ook uitgedaan? Oké. Okay. Loop je nou in je blote kont rond? Oh nee. Hij heeft de onderbroek en een luier nog aan. Dus die heeft hij nog aan. Maar... ja, ik heb in ieder geval zoveel aan mijn hoofd momenteel dat ja, mijn hoofd maakt overuren. En ik kan niet altijd alles delen hierin, zeg maar, in de vlog. Sommige dingen die zijn gewoon privé voor de kinderen zelf. En wil ik gewoon, ja, gewoon hun gedragingen, et cetera. Dat is niet wie ze zijn, hè. Dat is niet wat hun karakter is. Maar er is gewoon veel meer aan de hand. Ja, en mijn hoofd draait gewoon overuren. En dat mag, en dat kan, en dat is gewoon zo. Ik ben bezig met boterhammetjes te maken. En ik heb Liam zijn broodtrommel klaar. Dan moet ik nog fruit doen. Voor Jordi heb ik ook zijn broodtrommel klaar. En dan gaan we hier nog opruimen. Even gaan stofzuigen dweilen. En dan zitten we weer op voor vandaag. Dus wat ga ik doen bij deze? Deze ups en aan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.